Binnenkort kom je naar het Sophia Kinderziekenhuis voor een operatie. We vertellen je in deze video wat je te wachten staat. In een blaas wordt plas opgeslagen. Jouw blaas vindt het lastig om te ontspannen. Dit zorgt voor een hoge druk in je blaas en dat is niet goed voor jouw nieren. Nu katheteriseer je, slik je medicijnen en is botox gegeven. Dit werkt niet goed genoeg. Daarom is nu een grotere operatie nodig. Voordat de operatie begint, krijg je een roesje waardoor je lekker gaat slapen. Tijdens de operatie maakt de dokter je blaas groter door een stukje dunne darm op je blaas te maken. Ook plaatst de dokter vaak een stoma. Dit is een dun buisje tussen je blaas en je navel. Als je weer wakker wordt, is je ouder erbij. De twee slangetjes komen dan nog uit je buik. Ook krijg je dan een lekker ijsje. Na de operatie blijf je nog ongeveer 10 dagen in het ziekenhuis om te herstellen. 3 weken na de operatie kom je terug naar de polykliniek. Dan verwijdert de dokter de twee slangetjes. Je gaat daarna weer dagelijks katheteriseren en je spoelt 1 keer per dag je blaas. Na 8 weken mag je weer sporten.